Oké, 64. Ja, dus. Woe! Oh shit, we hebben geen heavy sniper ervoor nodig aan Neval. Dat was echt een heerlijke kill. Jongere mensen, super dood jullie kennen deze gloednieuwe Fortnite via mijn kanaal Gamesroom. In deze video gaan wij een solo potje doen. En we gaan niet zomaar een solo potje doen. We gaan een solo potje doen met de School Trooper skin. Ik heb ook de School Trooper glider, zou ik maar zeggen. Er staat een skelet op, dus ik vonden we er wel bij passen. Nee, we spelen ook met de Reaper. We hebben echt gewoon de fully School Trooper outfit. Oh, daar ging al iemand heen. Outfit eigenlijk aangedaan. Puur omdat ik krijg zo vaak de vraag van Dylan. Kan je met de School Troopers skin spelen? Echt, in elke stream krijg ik dat echt wel te horen. En ik dacht van, weet je, fuck it. We gaan het gewoon een keer in de video doen. Gewoon een speciale video voor de School Trooper skin. Natuurlijk, dit is de eerste skin die in de game kwam. Samen met de School Trooper natuurlijk. En wat is dit voor loot, jongens? Dus ik heb deze skin al sinds season 1. En ja, voor mij is het dus eigenlijk niet meer echt speciaal. Maar natuurlijk, hij is nooit meer teruggekomen sinds dat hij toen in de shop was. Dus ja, hij is op dit moment heel erg speciaal. En daarom dacht ik van, dan gaan we ook een keer mee spelen. Dus we spelen... Oeh, ja, die had ik nodig, man. Benji, mogen we even oprotten, dank u wel. Nice, oké, we hebben goede loot, dat is prima. Ik wil even deze ammo box nog hebben. Oké, nou, shotgun kogels hebben niet zoveel aan. Er zit dan een kerel onder mij. Ik ga hem... Hij mag er niet uit. Doei. Hey, gratis kill. Hey, grote pop. Dat is heel fijn. Nice. Dan hebben we ook weer een shieldje natuurlijk erbij. Ik moet wel even een shotgun fixen, man. Want dat is minder op dit moment. Maar prima. We hebben een kill. Was niet heel erg moeilijk. Die grenade launcher heeft toch nog iets van waarde. Ik weet niet, man. Ik ben nooit echt een grenade launcher fan geweest. Ik weet niet. Ik vind het gewoon niet een chill wapen mee te spelen. Ik weet niet. Ik vind het niet waard om mijn inventory... of een plekje te... Hoe zeg je dat? Een plekje... Ja, voor de grenade launcher. Ik weet niet eens hoe ik het zeg. Je snapt hopelijk wel wat ik bedoel. Ik vind de grenade launcher niet heel chill. Maar soms kan die wel best wel sterk zijn. Dus neem maar gewoon even mee op dit moment. Maar als ik een sniper vind, wordt hij ervoor ingereld. Oké, nice. Volgens mij was dat niet de enigste kerel die in Pleasant was geland. Dus ik denk dat er nog wel een persoon zit. Oeh, full shield. Lekker, dat is nice. Onze HP is zeer oké. Dat rijmt, dat vind ik leuk. Ik weet ook niet wat ik zeg. Ik ben altijd een beetje, het is zeg maar, ik krijg best wel vaak... de vraag van, yo Dylan, what the fuck moet ik allemaal zeggen? Oeh, wat is dit voor... dit is heel leuk. Ik neem die mee. Oeh, die is ook wel, denk ik. Ik weet niet, ik neem maar gewoon mee. Maar soms weet ik eigenlijk ook niet echt wat ik moet zeggen in een video. Want ik ben niet echt van het heel erg stil zijn in video's / streams. Ik praat best wel veel. En de ene vindt dat chill, de ander vindt dat niet chill. Nou ja, ik hou gewoon niet van die dodelijke stiltes. Want dat is zo awkward of zo, weet je. Oeh, we krijgen wel goed spul, ouwe. What the fuck? Ik neem helaas dat ding niet mee. Een car legendary en shit is al het tweede ding wat we pakken, man. Wat de hel? Ik moet wel even een shotgun zien te fixen. Ik hoor iemand. Woe! Oké, hij zit boven. Ik heb nog steeds geen shotty en sniper. Oké, die ruilen we even voorin. Oh, wat? Kut. Doei vriend! Oh, wat kut voor die gozer. Hij kon er niet in. Ah, GG. Nice. We hebben weer een kill. Ik dacht al, dat was niet de laatste of de enige. Ik word geschoten, maar van waar? Wat de hel? Van waar? Jij bent weg. Holy shit, ouwe. Ik dacht van wat de hel? Van waar word ik nou beschoten? Dat was een suppressed pistol. Nou, hij kan het helaas niet meer navertellen. Die kerel is volgesnijd. Jammer dat het geen headshot was, though. Maar chill. Oké, nice. We hebben 3 kills. We zijn in Pleasant. Kijk eens aan. We zijn in Pleasant geland, dus zoveel kills kan je eigenlijk ook niet echt halen. Ik weet niet. Ik vind Pleasant altijd een beetje zo'n dode stad of zo. Ik weet niet. Ik krijg gewoon niet zoveel kills. Nou, 3 vind ik dan op zich nog best wel oké. We hebben trouwens die nieuwe impulse nades. En die zijn echt heel erg leuk. Die zijn ook best wel chill eigenlijk. Best wel handig om mee te nemen. Dus daarom heb ik ze ook nu vast. Het zijn nieuwe impulse nades. Je krijgt, als je ze gebruikt, geen falling damage. Dus je kan gewoon van, weet je hoe hoog dat ding pompt. En je valt gewoon neer. En er is gewoon niks aan het hand. Aan de hand. Waar de hel, ouwe? Ik heb deze kerel gesniped, maar zijn loot ligt overal en nergens volgens mij. Ja, dit is ook niet echt van toepassing. Ik denk dat we maar gewoon naar de safe zone moeten gaan. Want dat ding is volgens mij al aan het gaan. Ik schoot hem... Waar schoot ik hem dood? Ligt het hier dan? Of hij had gewoon echt niks. Hij had een tag.
Oh, ligt hier achter. Lol. Ja, oké, nice. Nee, nu hebben we alles. Ja, die medkit hoef ik niet. Prima, ouwe. Hij heeft geen betere AR. Wel wat hout. Kijk, is toch weer 15. Ja, je weet maar nooit. Oké, nice. Ja, we zitten op zich wel goed voor qua bouwen. Ja, oké. Hout alleen. Voor de rest echt gewoon niks. Nou, dan moeten we gewoon alles met hout doen. Dan moet ik nog wel even af en toe een keer gaan hakken hier. Is er nog een rift over? Dat is de vraag. Want het is... Ja, het is niet heel ver lopen. Maar een rift zal wel heel chill zijn. En anders hebben we die impulse nades nog. Dus hey, we zitten altijd wel chill. Mooi. Oeh, daar is wel gebouwd. En het ziet er wel verdacht uit dat er nog iemand zit. Ik zie ook een poort. Wow, die boom glitst wel heel erg. Oké, volgens mij zitten er nog wel mensen op Loot Lake, man. Dus hey, dan kunnen we even gaan gluren bij de buren. Kijken of er nog wat kills te vangen zijn. Frikandel, zeggen we dan. Trouwens, jongens, ik vind deze skin op zich... Ik vind hem... Hij is niet lelijk, hoor. Dat begrijp me niet verkeerd voor de mensen die echt School Trooper fan zijn. Maar ik weet niet, man. Voor mij is hij gewoon niet speciaal. En daarom speel ik er ook niet heel vaak mee. Maar ja, het is ook gewoon... Ja, het is wel, blijft natuurlijk wel echt een zieke skin. En ja, niet veel mensen hebben hem. Nou, op zich, als je kijkt op de wereld... Ja, natuurlijk hebben veel mensen hem, maar... Ja, laat maar. Ik lul weer poep. Laten we maar even gewoon kijken, man. Oeh, wat de hel? Daar ging een gift to go. Let op, hè. Let op. Uit de lucht. Oh my god. Ja, dat is zo lastig. Zeker als hij zo ver is. Waar zijn alle enemies, man? Het is echt te rustig hier. Ik heb alleen een kampvuur, dus geen launchpad. Ik heb wel weer even wat hout verzameld ondertussen. Oeh, legendary vending. Wat zit erin? Pistol, heavy sniper en een... Nou, die heb ik, ja, op zich die burst is wel handig. Maar ja, ik heb liever hout op dit moment. Oké, laten we maar gewoon... is dit wel geloot? Jawel, hè? What the fuck? Waarom dit niet dan? Oké, ik denk dat we gewoon maar richting Tilded moeten gaan. Kijken of we daar nog mensen kunnen tegenkomen. Want op dit moment, ja, het is niet echt bepaald heel erg druk hier. Dus ik moet even ergens kills zien te... Oeh, dikke lag, jongen. What the... Wow, dat loopt erachter. Mijn ping is wel 14, maar what the hell? Wat was dat dan? Oké, enemies. Jawel, in Tilded moet 100% nog wel iemand zitten. Daar gaan we gewoon heen. Ik zie hier nog wel een kist, dus die ga ik even looten. Want ik moet even een betere AR zien te fixen. Een grijze AR is niet echt bepaald het chillste wat je kan hebben. Het is beter dan niks, though. Maar ja. Hé, eindelijk een kerel gevonden. Oh, dit is alweer, jongen. Nee, dat ga ik niet doen. Ik ben echt aan het kutten nu, jongen. Ik heb een idee. Dat was een heerlijke headshot. Doen we nog een keer. Komt u maar. Got him. Oh my god. Ik heb echt, ik heb geen idee wat het is. Maar die servers of zo zijn niet helemaal op en top op dit moment. What the fuck. Ik weet niet of jullie het konden zien of zo. Maar ik had best wel last van lag en frame drops, man. What the fuck. Dat is heel apart. Even dit kampvuurtje gebruiken, hoor. Maar we hebben hem. Dus ik zat nog best wel te kutten daar, man. Het echt. Ik weet niet. Maar ik merkte het wel echt dat er een beetje... Lek in zat, man. What the fuck? Maar hey, we hebben hem. Chill. We hebben ook een heavy te pakken. Dat was wel even wat chiller dan die tech. Want dat duurde wel even voordat ik hem dood had daar. Met we got him. Die impulse nades waren wel even handig daar, man. Holy shit. Zo zie je maar weer. Neem die ding echt mee. Dat is echt handig gewoon daarnet. Damn. Oké, kom op. Even wat kunnen we hier... Oeh, slurpie. Toch weer full shield. Dat is lekker. Nice. Ik vind die slurp zo chill geworden, hè. Voor mij had dit al in het begin zo moeten zijn. Dat je gewoon 75 HP krijgt en iets van 75... Shield ook? Of 50? Ik weet het niet eens meer. Volgens mij wel veel in ieder geval. Dus dat is wel chill. Nice. Oké, 4 kills. Toch weer een kill erbij hier. Misschien dat er nog iets in Tilded te vangen is. We moeten wel een flink stuk lopen. Dus ik denk dat het handig is als we nu gewoon koers zetten naar de safe zone. Want anders, ja. We hebben geen heals qua medkit of zo bij ons. Dus we moeten het gewoon doen met deze minis. En dit HP'tje. Dus ja. Laten we even tempo boeken. Ik zie nergens een launchpad staan, dus dat is wel jammer. We moeten wel echt een stuk, man. Ik weet niet eens of ik dit kan overleven. Het is helemaal bij Salty. Ik zie wel een winkelkarretje. Is dat sneller dan lopen? Ik ga het gewoon doen. We nemen de winkelkar mee. Shit, man. Dit is kut. Oh, die storm gaat zoveel damage doen. Oké, we moeten gaan met dit ding. Hier even een ramp.
Oké, ik hoop niet dat ik te veel falling damage kan krijgen hier. Hoop het niet! Auw, 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 auw. Oké, oh, dat ging echt net goed. Ik dacht echt, oké, wij zijn zoveel HP verloren hier. Dan waren we helemaal al de Sjaak geweest. Maar we're still alive. Oké, nog 17 man naast mij over. Dat is niet, ja, dat is niet weinig, maar ook niet heel veel of zo. Dus, nu nog 16, oké. Ik denk dat we het nu wel halen met dit karretje. Dit is wel even traag, maar ja, kom op, even weer steppen. Kan dat? Dank je. Oké, er gaan nu wel steeds wat mensen dood, man. Dat is op zich, ja, ik wil wel wat meer kills halen. Ik ga altijd voor die 10. Ligt daar nog iets van heals? Nee, een hunting. Nou, hij heeft niet nodig. Oké, let's go. Op naar Salty. Ah, dit redden we wel. Dit is chill. Op een of andere manier gaat dit volgens mij best wel wat sneller. Ik kan niet heel erg om me heen kijken, dus ik weet niet of er iemand achter mij zit nu. Oeh, dat bosje ziet er ook wel eng uit. Oké, nee, dit is chill, man. Volgens mij redden we het wel easy. Er is wel hier en daar wat gebouwd. Een golfcar daar. Dat vind ik iets chiller dan dit karretje. We gaan naar die golfcar toe. Ik hoop niet dat hij nu weg voor mijn neus wegrijdt. Wat is dit dan? Een scar? Nee, een pistool. Oké, nee, dat hoef ik niet. Karretje! Waarom staat dit zo lonely hier achter? Nou, dat is wel heel erg... We hebben wel veel luck, ouwe. What the fuck? Er staat gewoon een golfcar hier voor ons klaar gewoon. Van, yo, Dylan, we gunnen jou even naar de safe zone. Ah, prima. Oh, hier hebben we volgens mij de boosdoener die hem achter heeft gelaten. Wat bist u aan het doen? Oh shit, je kan hier niet bouwen. Was ik vergeten. Dat karretje van mij. Doei. Oké. Waarom dan niet mijn golfcar niet mee? Oké. Even zien, wat is handig? We rijden gewoon even overheen, snel. Hoppakee, dit mee. En we gaan door. Ik die guy beneden laat ik even liggen qua loot. Want ik heb geen bandages of zoiets. Dus ik moet het met deze HP doen. Hé, maar toch weer 2 kills erbij. Geen idee of hier iemand zit. Oké, 64. Ja, dus. Oeh! Oh, shit. We hebben geen heavy sniper ervoor nodig. En net al. Dat was echt een heerlijke kill. Holy shit. Holy damn, ouwe. Ding! Weg ermee, zeggen we dan. Holy damn. Ziek, ouwe. Die kerel was echt verbaasd, ouwe. Oké, oeh, bouncers. Nice, oké. Is het verstandig om deze mee te nemen? Ja, ik doe het maar even. Ik moet even iets van appels zien te fixen of zo. Tenminste ligt dat bij deze bomen. Oké, daar zie ik er één. Ik weet niet, man. Die golfcar die maakt wel heel veel herrie. Dat is een beetje kut. Ik durf dit eigenlijk ook niet zo in het open in te nemen. Maar het moet maar even. Hup, en weer springen. Wacht, volgens mij... Ik had bij Nick E30 gezien... Oké, dat is echt... Oké, de lama, dat is niet van mijn skill. Ja, Nick E30, voor de mensen die hem niet kennen, die... Wacht even, laten we het even doen. Hoe doet hij dat? Ik kan het niet, man. Mijn hersens kunnen dat gewoon legit niet regelen. Dat je zeg maar zo'n appel inneemt en dat je dan de hele tijd gaat op en neer gaat bouncen. Zodat je natuurlijk minder snel geraakt wordt. Maar dat is echt lastig. What the hell? Oké, let's go. Ja, die golfcar is even nu voor alleen om even naar de safe zone te komen. Daarna dump ik hem gewoon. Een beetje kijken of ik iemand zie. Kan ik hier overheen? Yeah. Oké, ik dump hem gewoon. Ik weet niet. Ik vind dat iets te riskant. Mensen horen je al van een kilometer afstand aankomen rijden. Hier is wel echt knijterveel gebouwd, man. Oeh, daar gaat een rift. Oké, dat is helemaal daar. We zitten safe. Mooi. Ik ben benieuwd, man. Zit hier nog iemand? Hallo! Oké, even wat steen meenemen. Hoppakee. Zit hier nog iemand? Ja. Ik zag het. Oh, dat werd neergezet. Oké, hij zit daar. Je ziet hem lopen. Gaat hij dit kapot snijpen? Het is een elite agent. Tjus, die kerel is hoog. Wat ga je doen? Dat was niet slim. Dat was helemaal niet slim. Wat de hel? Sprayen! Huts uit de lucht ermee. Zo, landing. Hey, het regent, loot. Het is raining, man. Halleluja. Oké. Sorry, ik moest er heel even uit. En dat was nice, man. Dat heerlijke kill. Oeh, een appeltje voor de dorst. Hij had wel veel bouncers. Ligt er nog wat daarboven? Ja, een medkit. Voor die 5 HP, sorry hoor, maar daar heb ik gewoon legit geen zin in om in te nemen.
Ik zie er nog wel allemaal ander spul liggen. Iets van bouwkees aan en rockets. Nou, ik vind het wel prima zo, man. Kan ik hier nog op landen? Oké, prima. Hup, neem jij deze even mee. Oké, nice. Weer een kill erbij. Wij zitten op... Ik zag daar volgens mij iets gebouwd worden. Zag ik dat nou goed? Holy shit. Wat zijn mensen allemaal aan het bouwen, man? What the hell? Dat is wel... Oeh, wat? Dat was iets verder dan dat ik dacht. Hier zit iemand. Oké. Interessant. De mensen zijn altijd best wel traag met reageren. Dat bedoel ik. Van, yo, ik ben daar al lang niet meer. Maar oké. Nou, hey, chill. Weer een kill. Dat rijmt. Leuk. Oké, even zien. 9 kills. Ik ga altijd voor de 10 natuurlijk. Daar zitten we nu wel weer lekker op schema mee. We hebben nog steeds een launch pad en 2 bounces. Dat is heel chill. Kom op. Oké, ik wil nog in ieder geval 1 kill hebben. Dat is gewoon het doel. Oeh, hier zit iemand. Die werd volgens mij net gesniped. Als hij even gaat pieken en mij niet... Oké, hij heeft zijn trap die kant op gezet. Kut, sorry. Dan weet je dat hij jou heeft gezien. Oké. Hier zit iemand, maar daar ook volgens mij. Wat gaat deze gozer doen? Fuck it, zou ik het gewoon proberen? Fuck it. Pow! Doei! Ik snap het niet, man. Had die kill mij gewoon legit niet door, maar oké. We got him. 10 kills, prima. Oké, ik hou die bouncer nog wel even. Oké. Er zit nog een kerel... Waarvan snipte die mij? Beetje achter die steen, denk ik. Dacht ik ongeveer te horen. Ik weet niet, man. Waar zit die gozer? Bosje daar. Dat kan hem ook zijn. Ik laat hem even een beetje bouwen. Oké, nu gaan we kijken. En dan piekt hij weer niet, man. Zit hier... Oh, shit. Hier kan ook nog iemand zitten. Het is nog best wel een grote safe zone voor 2 andere guys. Dus we moeten heel even dit rustig uitspelen. Oké, hij zit daar. Kut, iets te laat. Oké, er zit dus een kerel op noordwest. Die kant moet er zo op. Fuck it, ik ga het gewoon doen. Zal wel. Bouncer, launchpad en Jan. Woe! Dat schudde niks. Oké, hij loopt hier. Ik heb niet al te veel bouw, zie ik nu. Shit, dit was niet eens die Veler skin van net, of wel? Dat is die Veler. Oh god. Je moet op het kampvuur blijven zitten. Kom op. Oké, nice. Dat we dit overleefden. Oh, dat is de laatste guy. Oké. Waar zit hij nou? Oké. Wat is deze kerel steeds bij die steen aan het doen, man? Oké, snipe niet, snipe niet. Concentratie. Oké. Oké, kom op. Dylan, you got this. Even nog voor die ene shield HP'tje. Ik plaats die trap steeds zo dom. Oeh.
Oké. Heel even concentratie, jongens. Oké, ik heb geen bounces meer. Kut. Oh my god, deze guy springt steeds zo eng aan, hè? Wat ga je nu doen? Yes! Oh my god, die end battle hier, gast. Heerlijk, maar wel echt... Oh my god, even die strandbal gooien, jongens. Oh shit, ouwe. Dat was nog best wel spannend, man. Die kerel die natuurlijk een heavy shotgun is echt sterk. Dus als hij mij één keer had gehit met een headshot of zo, ik was in één kogel, kon ik gewoon weg zijn. GG voor die guy, we hebben gewoon een 12 kill game nog kunnen halen. Dus dat is weer echt een super ziek aantal natuurlijk. En holy shit, zo zie je maar weer. Schooltroopers skin, je ziet echt, spraakgebrek gelijk. Je ziet gewoon, ik heb gewoon niemand tegengekomen in deze game die gewoon een schooltrooper skin heeft. Ik zie trouwens, als ik nu bedenk, ik zie eigenlijk bijna nooit iemand met een schooltrooper skin. Dus hij is eigenlijk heel erg speciaal, merk ik nu echt. En hij speelt op zich best wel chill. Want hey, 12 kill game solo's is prima natuurlijk. Dus jongens, hopelijk vond je deze video leuk. En doe dan natuurlijk even die duimpjes omhoog voor de schooltrooper. Kunnen we de 1000 likes halen, dat zou echt insane zijn. En sowieso, dik love naar jullie voor alle support op mijn kanaal, want het is echt insane. Super bedankt voor het kijken naar deze video, jongens. Vergeet niet zeker een duimpje omhoog te abonneren op mijn kanaal. En zeg ik tot bij de volgende video. Later.